But you are not ready for it. Ah, nee, wat cute! Oh, dit is echt god. Heel leuk. Nou, we hebben echt tering veel. Oh mijn god. Oh, hebben jullie ook die adult Happy Meal? Ja. Die dan twee keer? Ja. Ja, die wil ik dan. Big Mac menu of kip 9 menu? Eén kip. Oh, één Big Mac en ja, één Happy Meal adult met kip 9. Ja, chili ook. Even. Oh, chili, ja. Chili. En kan je dan ook die, of die spicy nuggets doen? In een Happy Meal? Ja. Nee, alleen een normaal. Voor mij een Cola Zero. Of wat? Allebei? Ja, ook, doe ook nog maar de spicy kip nuggets. 6, ja. 9 of 20? 6. Met welke saus? Ook met chili en een frietsaus. Ja. Of die crispy chicken honey mustard. Oh, dan nog één losse homestyle crispy chicken honey mustard. Anders nog iets? Nee, dat was het. Voor 35 voor de 25 moeten doen. Ja, €30. Hoe duur is zo'n menu dan? Hoe duur is die Happy Meal dan? Ja. En is het adult size echt? Ja. Of is het van de kleine dat, fucking medium friet, denk ik. Ik heb er zin in. Ja, ik ook. Ik heb ook zo honger. We hebben echt veel, want we hebben twee burgers en twee keer kipnuggets, maar boeien. Boeien, het licht is een beetje. Hi. Hi. Oh. Dankjewel. Hey. Dankjewel. Oh my god. Oh, echt een hele grote tas. Oh my god, ik heb ook die drankjes hier. Oh mijn god. Voor die fuck, wacht op. Oh my god. Is dat ruik. Oh my god. I freaking knew it. Oké. Wow, dit is stoplicht. Ja. Oké. Sinds wanneer drink jij Cola Zero eigenlijk? Ja, okay. Ik had stress. Ik wilde eigenlijk water. Ik had stress. Maar drink helemaal geen Cola Zero. Oh my god. Je bent niet ready for it. Ah, nee, wat cute. Oh my god. Heel leuk. Oké. Nou, we hebben echt tering veel. Oh my god. Oh, nog deze oh even. Oh die sausjes. Oh. Huh? Dit is nieuw? Ja, wist je dat niet? Nee, echt heel lang niet bij de Mac geweest. Girl. Holy, kijk dit. Ja, er is geen bakje meer. Nee, wist je dat niet? Er was een hele commotie over. Van... Oh, sweet chili, frietsaus. Oh, dit is de Mac Nuggets. Zit er een friet hierin? Van dit misschien? Ja, dat is raar. Nee! Oh, oh wacht. Wij mis iets dan, of niet? Heeft zij die menu gedaan? Van de kip nuggets. Ja, maar ze heeft dan niet die homestyle crispy chicken. Oh, die zit weer hierin. Heeft ze dan een menu? Ja, McNuggets. Frietsaus medium. Ik heb ook frietjes. Ze heeft dan twee keer friet extra gegeven. Nou. Dat klopt helemaal niet. Ze heeft extra friet gegeven, nou ja. Nou. Oh, dit is zo'n... Ik heb hier die Big Mac. Oh. Die ziet zo oud. Maar we hebben hier alle McNuggets dan. Oké. Okay. Oh, er zit ook een speeltje in. Een speeltje erin. Oh, wat lief. Oh my god. Oké. Okay. En dan? Ik heb hier die crispy homestyle. Die fucking gale burger. Ik heb een Big Mac. Ik wist helemaal niet dat die of met Big Mac was of met... Oké, we hebben zoveel dat ik gewoon niet weet wat ik moet doen. Oké, ik ga dat speeltje uitpakken. Wat is dit? McNugget Buddies. Wat schattig. Is het dezelfde? Ja. Dit was echt throwback naar vroeger, jongen. Oh my god. Oh, ik moet even een frietje, hoor. Oh my god, is echt een meer? Ja. En wat is dat? Nee. Oh, ik heb diezelfde. Maar wat moet je hiermee? Waarom? Oh my god, die kipnuggets is gaan stuk. En ik ben juist een Mr. Potato. Ja, heel erg. Oké, nou, cute. Hij is in super sonic mode. Kijk. Maar dan is het op zich wel een soort cheap, niet? Ja, dat vind ik. 8,75 voor een heel menu. Een beetje prima. Oké, een fruitsausje. Heb je ooit een spicy nuggets op? Nee. Die zijn echt mijn absolute fave. Hoeveel saus er in zo'n zak zit? Fucking veel. Oh my god. Oké. We hebben echt fuck veel ook sausjes. Hier, ga even proeven. Dit is niet normaal. Is wel kip. Is niet de nappe. Nee. Die crunch. Mm-hmm. Is heel lekker. Nou, ik dacht dat die adult Happy Meal was iets anders. Ja, dat dacht ik ook. Maar er zitten ook geen worteltjes of zo. Nee, dat is adult. Ja, maar wat zit er dan extra bij? Wat maakt dit anders dan de menu? Eigenlijk alleen het speeltje. En die box. Ja. Dus eigenlijk, ik vind het echt niet een aanrader. Geen toevoeging. Nee. Je hebt ook maar keuze uit twee dingen. Toch? Ja.
De frieten zijn echt een fucking mess. Oké. Okay. Vragen? Over? Over? Living abroad. Living abroad. Dus Maggie, kleine introductie. Maggie, haar Nederlands is echt fucking goed. Woon nu 6 jaar? Ja, augustus denk ik 6 jaar. Ja, is heel lang. Nou, we hadden het dus net over dingen. Want Maggie was dit weekend in Italië. Ja. En zei ze, oh, ik vond het weer zo moeilijk om terug naar Nederland te gaan. Dacht ik van, oh mijn god, dat lijkt me inderdaad ook heel moeilijk. Dus vandaag was het iets anders. Want kijk, ik woon hier voor 6 jaar al. Ik was hier 18. Ja. I was verhuisd naar hier. Alleen. Ik ken niemand in het nieuwe land, nieuwe taal. Alles is nieuw, nieuwe cultuur ook. Ja. En dan, ja, vandaag was echt heel... Want nu heb ik sowieso, ik heb een vriend. Ik heb zo van system around me, support system. Ik heb een hele groep vriendinnetjes. Ja, je hebt gewoon een netwerk opgebouwd. En nu, vandaag was echt harder dan 6 years ago. Ja. Heel raar. En wat vond je dan het allermoeilijkste? Nou, met mijn familie, denk ik. Ja, je moeder, je familie. Ja. Maar nu heb ik... Ja, één grote ding in mijn leven, want ik ga verhuizen samen wonen met Thomas. En mijn scriptie, nou, ik ben bijna klaar. Dus eigenlijk, dit is het. Dit is de volgende stap in mijn leven. En mijn ouders hadden niet. Mm-hmm. Het is echt heel, ja. Sad. Ja. Ja. En wat vond je in het begin het moeilijkst? Denk, ja, altijd misschien wel je ouders gewoon. Ja, ook wel mijn familie zegt. Ja. Mijn leven. Want I'm very fortunate about that, want... Sommige mensen hebben het. Nee. Dus het is niet zo. Maar je keuze om hierheen te gaan was misschien voor de mensen om te studeren. Ja. En was eigenlijk niet de bedoeling dat je zo lang zou blijven, toch? Nee, eigenlijk was het 3 jaar. Het was ook voor mijn masters en dan leven eigenlijk. Ja. En zou je dan teruggaan naar Italië? Nooit. Nee? Nee. Die plan denk ik was eigenlijk naar Londen te gaan. Of Parijs. Een van de twee. Maar dan, ja, hier is ook iets aan. Was hier. Ik vind Nederland echt een... Voor jonge mensen. Ja. Ja, ik ben 24, maar echt een goede land om te starten met werken. Want goede salaris, denk ik. Want in Italië is het niet zo. Nee. Ja, ook goede netwerken van mensen. Ja, iets anders hier. Dus daarom. Wat was jouw grootste cultuurverschil? Zeg maar, wat is het grootste cultuurverschil tussen Nederland en Italië? Ik denk eten. Ja? Ja. Yo, eten is echt heel slecht, sorry maar. Ja. Ja, ik was deze zomer in Italië naar jongens. Ja, hallo. Insane. En zoveel goedkoper. We gaan met die... We hebben het nooit geprobeerd, hè? Nee? Nee. Zo lekker. Ik ga lekker met die Big Mac. Big Mac is altijd een goede keuze. Deze is echt zo lekker. Als je één ding vanuit huis mee zou kunnen nemen naar Nederland... Een ding, een situatie, maakt niet uit, wat zou het dan zijn? Ik denk, nou ik ga niet zeggen mijn familie, want dat is sowieso lekker iets, maar mijn beste vriendin. Oh ja. Ja, ja. Dat lijkt me ook zo moeilijk. Zij was hier in september voor 1 week en was like, holy shit, kijk wat wij kunnen doen samen hier in Amsterdam. Is het iets anders? Dus ik dacht, oh ja, dat denk ik wel. Wil zij niet hierheen? Naar Amsterdam? Ja. Komt zij heen? Ja, in september. Zij was maar in september. Wonen? Nou, eigenlijk. Zij wil eigenlijk een stage lopen hier in Amsterdam. Ja. Maar het is heel moeilijk voor niet-Nederlandse mensen. Ja? Om een stage te lopen hier in Amsterdam. Of gewoon in Nederland. Omdat ze Nederlands sprekend willen. Ja, en ook bij een Nederlandse universiteit is... Ja, studie daar gewoon. Maar wil zij dan Nederlands studeren? Of dat niet? Nee. Gewoon alleen stage? Ik vind Nederland niet echt een... Like, a good language to know. Want ik woon hier, dus ja. Nee, maar ik bedoel, wil zij niet hier studeren? Nee, zij is klaar. Oh. Alles is klaar, ja. Zij is ook hetzelfde letter als mij. Ja. En wel, wat vind jij het lekkerste Nederlandse eten? Ik weet al wat je gaat zeggen. Kaasoufflé. Ja! Maggie en kaasoufflé, dat is echt... Ja. Van die Febo. Dat wil ik alleen dat. Altijd zijn we met die koude kaasoufflé van daar. Nou, heerlijk toch. Hier, je moet deze even proeven. Die is niet normaal. Maar ik ben niet echt een fan van Honey Monster, maar ik ben benieuwd van dit. Maar het Honey Monster is niet heel overheersend hoor. Nee? Maar. Wat is het meest... niet normaal. Lekker, hè? Oh my god. Dat is echt goed. Ja. I know. Maar wat is de meest verrassende traditie dat je... Hier heb je het soort ontdekt sinds je hierheen bent verhuisd. Nederlandse traditie. Wat vind je best wel raar? Verrassend. Ik denk vroeg eten. Oh ja. Ja. Wist je dat niet? Nee.
Nee, want ja, voor mij is altijd eten om 8 uur of ja, 8:30. Ja. In zomer is echt heel laat in Italië. Ja. Want soms is het 9:30, 9:30. Dat is het timeslot. Hier, nu eigenlijk, ik eet wel vroeg. Ja. Maar ik vind het echt chiller. Wel ja, nu is het ook heel vroeg. Maar je hebt de tijd om iets anders te doen later. Mm-hmm. Want als je, ja, 6:30. Je hebt best wel een lange avond nog. Ja. Ja. Nee, ik kan sowieso, ja, ik kan uit werk, ja, lekker naar huis, eten. En dan kan ik sowieso iets doen voor, ja, school, ja, of mezelf of iets. Een serietje. En ga lekker vroeg naar bed. Eigenlijk. Dat is waar. Ja, dat vind ik echt een... Ja, anders? Wat zijn Nederlandse tradities eigenlijk? Ik weet veel. Ja, Sinterklaas. Ken je dat? Nee, dat toch? Dat hebben wij niet. Jawel, maar... Ken je dat? Sinterklaas? Ja. Ja, before. Jawel. Hm. Dat hebben wij niet. Want voor ons alleen Santa Claus. Ja, gewoon Christmas. Ja. Weet je? Al Big Mac blijft zo lekker. Ja, is niet normaal. Verschilt je leven hier heel erg van Italië? Ja. Ja? In Italië ben ik echt compleet een andere persoon, denk ik. Ja? Ja. Maar wat, nou, wat bijvoorbeeld dan? It sounds bad, but... Ja, hier... Nee, maar kijk, hier heb ik zo van, like... Dit is de groep van mijn vriendinnetjes hier. Is iets anders dan wat ik heb in Italië. Ja. Want in Italië, ik heb die mensen echt jarenlang. Like, bijna ja, mijn hele leeftijd. En ja, ik heb ook een hele grote groep. We gaan altijd uit. Ja. Echt uit tot heel laat. Want ik was hier deze weekend. Ik heb volgens mij 3 of 4 uur per nacht geslapen. Nee. Ja. Ja, en hier doe je dat helemaal niet. Je was echt meer relaxed. Ja. Als je rond bent, is het echt party animal. Ja. Nog steeds. Wel, hè? Leuk. Ja, ik vind echt... Geweldig. Maar we gaan ook niet oud. Gewoon like oud drankjes doen. Maar ja, tot 3 of 4 uur. Ja. Ja. Veel leuker eigenlijk. I love it. Ja. Welk woord of welke zin voel je heel vreemd of hilarisch toen je hier kwam? Afstandsbedienst. Afstandsbediening. Oh, afstandsbediening. Zie, dat ja, ken ik nog steeds niet. Nee. Ja, dat vind ik echt een fucking rare woord. Ja. Waarom? Ja. Ja, afstand, je bedient van afstand. Ja, klopt. Maar het is wel een raar woord. Het is echt een heel raar woord. Ja. Nou, ik ben echt niet een fan van de adult Big Mac. Ik ook niet. Sorry. Ik geef hem echt een 6. Het is een flop. Zeg maar, het is niet... Er was iets speciaals, ja, erin. Het is zeg maar geen verschil. Ja. Met... Het is een medium. Het is, ja, een medium menu. Ja. Met een in een box. Ja. Nou, woe. Welk cijfer geef je die crispy chicken? 8. Ja? Smak lekker. Ja, mij lijkt het echt onvoorstelbaar om te verhuizen naar het buitenland. Ja? Ja. Heb jij niet verhuisd naar Bali? Nee, niet forever. Misschien een jaartje leuk of een half jaar. Oh. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik gewoon, nou, mijn familie niet zie, mijn vriendinnen. Ja. Maar ja, je bouwt natuurlijk ook weer een nieuw leven op. Ja. Maar kijk, ik was ook 18, hè? Ja. Nu ben ik 40, ja, ik ga niet hetzelfde ding weer doen. Nee. Maar ja, nu heb ik ook Thomas en we gaan samen, ja, wonen. En ja, mijn leven is eigenlijk is hier. Ja. Ik heb sowieso een leven in Rome ook. Maar ja, hier is eigenlijk... ja. Wel leuk. Eigenlijk dat je ook soort hier kan ontvluchten. En dan, ah, kan je gewoon lekker daarheen. En dan ben je al je problemen hier zijn gewoon een soort weg. Wij gaan niet meer, ja, zo'n like, ander land met niemand daar. Nee. Nee. Ik ga dat nooit meer doen. Ah. Heb je wel eens eenzaam gevoeld in het begin ook? Ja. Ja, dat snap ik wel. En hoe ging je daar dan mee om? Ja, gewoon houden en dan mijn moeder bellen. En heb je ook wel eens gedacht, ik ga terug? Ja. Ja. Fuck dit, ik ga was, terug. Ik was hier in augustus en dan in november. Ik heb mijn moeder gebeld. Ik zei, ja, ik ben klaar mee. Ik wil eigenlijk naar huis gaan. Oh ja, dat was afgelopen zomer eigenlijk. Nee. Oh. Nee, die was vroeger. Die was 2018. In mijn afgelopen zomer? Ja, nou, ja. Had je meer gewoon... Ja. Maar was afgelopen zomer? Oh, de zomer voor dat. Ik denk... Ja, gewoon niet dat je echt terug wilde, maar je miste dat gewoon even heel erg heimwee. Ja, en die was ook een beetje like, oh, wil ik eigenlijk hier in Nederland blijven verwerken naar mijn bachelor's. Ik wil dat echt. En ik heb een master's gedaan en nu heb ik een nieuwe baan. Dus ja, eigenlijk kan niet. Nee. Nee, maar ik ga ook niet meer doen. Ik ben een beetje, ja, nu heb ik, I'm good here. Ja. I'm stable here. Ik ken ook Nederlands, dus mm-hmm. Imagine if I leave. I learned Dutch for nothing. Ja, en je hebt gewoon je relatie. Ja. Ja, maar kijk, I'm of the opinion... Ja. Als je echt liefde is, dan ga je, ja, even blijven. Ja. Vind ik. Ja. Nou, misschien andere mensen niet, maar dat is jouw opinie. Voor echte liefde blijf je, bedoel je? Ja. Ja. Ja, dat zou ik ook sowieso. Ja, het is sowieso hard. Echt moeilijk om een relatie te doen. Zou je long distance kunnen? Ja. Maar niet lang. Mijn vriendin Gigi. Ja. Zo was hier. Ja, als je weet dat er een einddatum aan zit. Ja.
Stel je weet, oké, het duurt 3 maanden of een half jaar. Ja, maar nou zeg maar, kijk. Want mijn vriendin Gigi, zij komt uit San Diego. En die vriend van haar is in San Diego. Dus ze was hier voor 4 jaren. Vier jaren lang. Zo! Ja, dat is echt een heel lange relatie. Kijk, Amsterdam en Rome. Of Amsterdam in Italië. Amsterdam, ja, Parijs of Londen. Dat is, vind ik echt niet echt. Want het is, je kunt sowieso een weekendje weg. Of met die trein. Of met die, is echt makkelijk om te zien. Ja, jullie om te zien. Maar ja, echt heel lang. Nee. Zo, nee, dat zou niet kunnen hoor. Maar hoe lang hadden ze daarvoor? Ja, volgens mij dus zijn 6 jaar samen. Oh ja. En dan met de work. Ja. Ja, wel knap. Ik denk als je dat kan, dan doorsta je echt alles. Ja. En ze zegt dat al, ja, communication is echt de key. Mm-hmm. Dat denk ik ook. Ja. Echt een relatie, maar sowieso. Ik kende helemaal niemand toen je hierheen ging. En het scheelt dat je dan een studie gaat doen, dus dan ontmoet je natuurlijk mensen. Ja, maar ja, voor mijn moeder, zij was hier voor 1 week, hè. Dus ik kwam hier, ik denk, midden augustus. En zij was hier tot eind. Toen dacht ik, ja, bijna eind augustus, dus eigenlijk 2 weken. She left. Helemaal halen. Oh. Ja, maar dat snap ik ook. Ja, you leave your daughter in a different... Nee! Nee! Jongens, een hele beker cola is op de... Nee! Oh, maar god. Wat moeten we nou doen? Waar zijn de servetten? Wat een geweldig... Ik wil even een colaatje, maar de hele boel flikker ermee. Jezus. Oh. Ja, jij drinkt nooit cola. Nee, ik snap ook echt niet waarom ik dat koos. Ja, I forgot the question, babe. Ik ook. Ik wil ook een slokje. Ja. Wat is je grootste win geweest tijdens... Ja, het aanpassen van je nieuwe leven. Dus dat je sinds je hier bent verhuisd. Ja, dat weet ik. Tijdens COVID, ik was hier alleen. Was in terug naar huis gaan. Iedereen op 2020. 2020? Oh, echt 4 jaar geleden. Fucking hell. Iedereen was gewoon like, ja doei, ga terug naar huis. Ja. Want ik kan toch niet, want mijn ouders waren in Abu Dhabi. En dat is heel strikt met de rules en zo. Ja. En Italië ook, want Italië denk ik was het tweede land... In de hele wereld. Om te sluiten. Echt? Ja. Want die tijd was heel slecht hè, tijdens COVID. Oh. Het was heel bad. Dus ik zei, oké, nou, ik blijf hier alleen. En dan daarna, ik was echt, bitch, I did it. Ja. If I can do this, I can do anything else. Ja. Ja, want toen was je hier zeker net. Nee, één jaar. Ja, ja, maar kijk, de eerste jaar dat ik was hier, ik was helemaal niet blij met school. Want faculty was echt niet wat ik... Maar ja, die faculty was echt niet wat ik wil. Want eerst had het media en information. Echt een hele slechte vak, denk ik. En dan dacht ik, oké, nou, ik ga switchen naar communication science. Ja, eerste jaar eigenlijk in... Oh, ik heb eigenlijk die video's heb ik net gezien met mijn vriendin. Juni, ik denk mei tot met augustus 2019. Dat was echt mijn wild era. Ja? Party. Holy shit. Ja, echt. Die video's zijn echt... Hier in Nederland? Nee, ik was in Italië. Ik was in Italië voor 4 maanden voor zomer. Mm. En iedereen was ook in de tijd, like... Iedereen heeft een zo van gap hier gedaan. En dan ben ik, oké, nou... Iedereen was thuis. Niemand heeft een baan. Dus het was careless as fuck. Dat was echt... But then, augustus dat jaar, I'm like, fuck. Ik wil eigenlijk niet terug naar Nederland. Ja. Maar moest wel. Ja. En in oktober, ik heb Thomas ontmoet. Wow. Best snel dan al. Ik denk dat was het. Ja. Mijn win. Nee, ik dacht als ik dit kan, dan kan ik echt alles. Tijdens COVID. Ja. Ja, want kijk, eerste jaar was slecht. En in oktober 2019, ik heb Thomas ontmoet. En daarna was ik echt iets anders. Like, oh ja, ik ben helemaal verliefd op Nederland en Amsterdam. En dit, maar door Thomas. Ja. Of course. Ja. Ja, maar dan is het ook gewoon leuk, want dan kan je het ook meer delen. Inderdaad. En dan ben je natuurlijk helemaal op die roze wolk, helemaal verliefd. En je, wat is een grote misvatting die mensen hebben over Italië? Nee, want soms... Nou, kijk, nu... Oké, hier is het. Ik wil nooit meer terug naar Italië gaan te leven. Nee, niet nooit meer. Ja. Dat is een lie. Nee, want als je ouder bent, dan eigenlijk dat wil ik. Ja. Maar nu, tot ik ben misschien 50, dat wil ik niet. Nee. Want ik wil eigenlijk... Italië is eigenlijk niet een goede plek voor young people. Dus ik heb familie en kinderen, dat wil ik. Ja. Like later, misschien in een agriturisme in Toscana eigenlijk. Ja. There's a lot of stuff happening in Italy I don't want to be part of. Dus, ja? Ja. Maar wat is er dan nu allemaal aan de hand? Ja, die politics en shit, maar like, dat vind ik echt, boeien me echt niet. Kijk, eerste keer was met Thomas en de familie. Nou, die zegt, again, another exposure, maar...
Dit is echt iets anders. Kijk, in Italië ook, you meet the parents of the boyfriend. Fucking laat. Ja, niet echt meteen al. Bijna bij de wedding. Bruiloft. Ja. Ja. En nu was... We waren volgens mij 2 maanden in. Ja. En dan zeg ik, ja, ik moet het bij ouders ontmoeten. Dan ben ik, oh, oké, okay, ja. Nou prima. Maar ook qua eten en zo. Want ik ben, I grew up, letterlijk. Ja. Ik heb zo voor like hot lunch. Ja. En hot like ja. avondeten. En dan hier, warm, je krijgt voor lunch krijg je een broodje of soep. En dan je hebt avond, like goed avond, like warme avondeten. Ja, dat zegt mijn schoonzus ook, die Chinees. Ja. En die zegt altijd, jullie zijn alleen maar brood aan het eten. Ik wil gewoon lekker warme lunch. Hij maakt ook altijd noedels en rijst en weet ik het allemaal. Ja, maar dat is iets, kijk, ook, ik vind hier mensen die kunnen niet zoveel pasta eten of, I don't know, prosciutto of alles gewoon vlees. Ja. En voor mij is gewoon, oh, I'm doing this a lot, it is very Italian. Ja, is dat doe je met mij? Mijn is altijd met avond. Oh mijn god, dat doe ik. Ik doe dit nooit met mijn handen. Ik zie nu in de camera, fuck, ik ben altijd zo aan het doen. Zo over avondeten hebben ze gezegd, nee, je moet wel vlees. Er moet wel vlees bij of iets. Ja. Je wilt carbs, er moeten carbs in. Als ik zeg, nee, zegt ze nee. Maar dan heb je wel minder nu, maar eerst, nee, ik moet wel... Nee, ik moet wel carbs en vlees, weet je wel, voor het avondeten. Kijk, ik was nu net bij in Italië geweest. Ja. Bij mijn opa en oma. En letterlijk voor lunch, ik heb lasagne gegeten en vlees. Ja. Voor lunch. Ja. En dan gisteravond met mijn moeder gewoon iets anders. Maar want, ja, lunch en avondeten is echt warm eten. Ja. En soms zeggen, dat kan niet. Ik zeg, oh, ik ben vol avondeten. In, like, echt zo van een appje van pasta. I'm like, babe, okay, sure. Maar dit is ook, like, kijk, in Italië hebben ze van de Mediterranean diet. Mm-hmm. Daarom iedereen is zo healthy. Ik vind hier in Nederland, je eet ook zoveel, like, frituurde dingen. Ja. In Italië niet. Ja, hier heb je best wel veel frituur en zo, ja. Nou, het is of course in andere cultuur. Nou. Ook. Italië is eten echt part of the culture. In Nederland boeien mensen niet over eten. Dat ben ik niet, hè. Want ik hou van eten. Maar ik ben not a typical Dutch. Want kijk, voor kerst. Kijk, hier heb je... Eerste kerstdag en tweede kerstdag. Mm-hmm. En jullie doen altijd... Jij doet wel 24 avond. Jij doet, kerstavond. Jij doet iets. Wij ook. Hebben ook een hele grote nee. En dan 25 eigenlijk is met de familie. Maar het is een hele grote lunch. Ja. Dus vanaf, ik denk... Eerste kerstdag? Ja, 25. Ja. Dus, dus vanaf 1 uur tot en met 6. Ja. 's avonds. En dan ga je niet avondeten. Jawel. Oh. Maar je blijft de hele dag op de... Nee, je gaat ook spelen. Ja. Like, ik denk eten... Shit. Is tot 4. Nou, you also talk a lot, of course. Ja. En dan 4 tot 6, je doet soort van like, helemaal like, kerstspelen. Ik vind dat geweldig. Wat? Kerstspelen? Ja. Wat is dat? Kerstspelletjes. Oh! Ja, nou, spelletjes, sorry. 7 tot 10, ja, ze dan weer avondeten. Maar dit is iets, like, iets super licht. Want die eten voor lunch, voor kerst zegt heel veel. Ja. Je moet 1 keer in je leven doen, denk ik. Nou, vorig jaar kan wel mee. Ja, en 26 eigenlijk is met die vrienden. Oh, en hier is bij allebei denk ik met familie. Je doet nooit met vrienden, denk ik. Nee, niet echt. Ja. Maar wel ga ik vaak uit. Ja? Met vrienden dan. Ja, we doen dat ook. 25 avond, maar echt oud. Ja, ik vind het amazing. Ja. Daarom, als je in Italië bent, ben je echt een fucking party animal. Ja. En hier niet. Ja, maar hier is iets anders. Ik ben ook helemaal in een party era, hoor. Ja, maar nu ben ik echt fucking druk met mijn leven. Want als je niet terug naar Italië bent, ik ben echt in een chill relax. Ik doe niks. Nee. Nee, inneem lekker tijd voor werk en maar dan heb je, ik heb geen school. Echt een soort vakantie. Ja. Heb je hier in Nederland dat je hier kan je, in Nederland kan je het flikken. En in Italië zou dat nooit kunnen. Oh. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus hier heb je iets wat je in Nederland altijd doet. Cappuccino na het... Ja, als het niet als een bijt. Nee, maar dat doe ik... Nou ja. Dat doe je wel. Dat doe ik wel. Maar is niet, I don't see as a cappuccino. Ik zie gewoon koffie met melk. Dat zie ik. Maar kijk, ik denk cappuccino, latte macchiato zijn bijna diezelfde eigenlijk. En je kunt wel latte macchiato drinken na 11 uur. Ja, wat doe ik hier? Dat doe ik in Italië. Wat doe ik? Ik denk mijn style en clothing is iets anders hier. Ben Amsterdam. Ja, ik heb echt Amsterdamse style hier, denk ik. Wat, met die blazer, die shirt en die schoen en die patas. Oh, deze zijn zo leuk. Ja. En Italië is ook iets anders. Ja. Ik denk een beetje meer classy. Ja. Meer Massimo. Ja, meer echt een flowy. Nee, niet flowy, maar echt iets anders. Ja. Echt classy. More elegant, misschien. Wat anders. Vroeg eten. Ja. Echt vroeg eten. Maar hoe laat eet je in Italië? Rond 9 of zo? Ja, kijk, gisteren, we waren om 8:30, zoiets. Ja. Maar ik eet ook best wel laat soms, hoor.
Ligt eraan. Ja, het ligt heel erg aan mijn dag. Ja, kijk, als je in Italië bent, dat boeit me echt niet. Nee. Maar hier, ik kan echt sowieso niet zo laat eten. Ja, maar als je uit werk komt. Ja, ja, kijk, ik ben thuis om 6 uur. Dan wil ik eigenlijk eten, douchen en naar bed gaan. Is de grandma. Ja, sorry. Ik ben echt een party girl in Italië. Ja. En hier ben ik, doei, ja, om 8 uur naar bed. Ja. Doe. Ja, wat anders. Dus ik vond het leuk. Ik denk dat mensen het echt heel leuk vinden. Om... Ja, inderdaad. Interessant. Nou, Maxter, bedankt weer. Ja, het was leuk. Ja, het was heerlijk. En leuk en gezellig en lekker. En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Vergeet je niet een blauw duimpje omhoog te geven. En te ons volgen. Oh ja, ook hier. It's lovely Maggie. Yeah! En ja, ook te abonneren natuurlijk. Of course. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doei! Doei.